that's when the world ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just a rotten sense of air. Most of all, you got to hide it for the kids. Coo-coo-coo-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more. Wilma, het wijnfeest is weer aan de gang. Grandioos. Ja, nee, inderdaad, hartstikke leuk. En zeker nou het zonnetje schijnt, hè. Maar dat was wel even spannend, hoor, dit jaar. Ja, hij zag er deze week even een beetje slecht uit qua weer. Maar jullie treffen het wel qua weer. Maar even voor de kijkers, hè, wat is hier vandaag allemaal te doen? Nou, er is hier natuurlijk het wijnfeest. En het wijnfeest kan natuurlijk niet zonder de Reeslander wijnen. Maar daarnaast hebben we een kunstmarkt. Er staan allerlei streekproducten hier. Er is muziek. Ja, het is gewoon een hele gezellige dag. Het oogt ook allemaal supergezellig. Ja, is ook zo. Ja. Maar dan even terugkijkend op het seizoen. Hè? Want het wijnfeest is toch een beetje het einde van het jaar van het wijn. Hoe moet ik het zo zien? Nou, het wijnfeest dat doen wij eigenlijk op het moment voor de oogst. En, dus dat is niet aan het eind van het seizoen. Het is meer voor de oogst eigenlijk. Voor het begin van de oogst. Want wanneer beginnen jullie met de oogst? Ja, ik denk dit jaar in oktober. Ik denk de eerste, tweede week oktober, denk ik, dat de eerste druiven geplukt zullen worden. Ze zijn wat later dan normaal. Ja, want is het een goed jaar geweest of is het een moeizaam jaar geweest? Het is de echte kwaliteit moet nu nog gemaakt worden. Dus je kunt er op dit moment nog niet zo heel veel van zeggen. Er zit genoeg aan. Je moet zomaar kijken, er zitten heel veel druiven aan. Maar het is nu vooral zien dat we hebben nog flink wat zon nodig om goed af te rijpen. Dan wordt het toppetje. Maar het toppetje moet nog gemaakt worden. Ja, want welke wijnen maken jullie allemaal? Rosé, wit, rood, mousserend. Ja, eigenlijk van alles. Want het type wijn, of het type druif wat hier aan de druivenstruik hangt, hè? Ja, ja. Wat voor soort is dat? We hebben een regentdruif. En die gebruiken we voor de rosé en de rooiwijn. En de parel, dat is een mousserende rosé. We hebben Johanniter, dat is voor de witte wijn. En de Solaris is voor de witte wijn. En dan hebben we nog een Muscat Bleu, dat is een blauwe muskaatdruif. En daar maken we een zoete wijn van. Mousserend of een beetje een porttype. Dat is een opgesterkte rode wijn. Ook lekker. Ik ben zeer benieuwd. Ja, ja. Maar dan ben ik zo net al even door de wijngaard geweest. Ik heb alleen maar een kijkje genomen. Maar dan hebben jullie muziek aan. Ja, voor het mooie muziek. het was rustgevend. Ja, zeker. Ja, dat is, we hebben het is rustgevend, dus de bezoekers vinden het leuk. Maar de muziek is eigenlijk voor de wijnstokken. Zo van, omdat er is aangetoond dat planten reageren heel goed op muziek. Althans, op dit soort muziek wat wij hebben draaien. Dat zorgt ervoor dat de celwanden wat steviger worden. En daardoor zijn ze minder gevoelig voor ziektes. En vandaar die lekkere wijn. Zeker weten. Ik drink zo een glas en een fijne middag nog en een fijne avond. Jij ook, hè? En een hele goede oogst. We doen ons best. Once that you say, Mrs. Robinson, gonna put your head around the way.